Dames en heren, yo! Ja, Rufus. Wat wil er nog meer? Hè? Geweldig. Ja, dat is de kers op de taart. Daar staat hij. Ja. Jammer dat je niet meer is. Een schat van een jongen. Ja? Mijn lievelingsbroer. Nou hoor ik wel soms hier van de buren dat hier ook wel eens dingen gebeuren die niet helemaal door de beugel kunnen s'avonds. Maar ook dan doe ik Piet zijn naam eer aan. Het was een hele mooie kerel. En als je beter zijn best gaat, dan was het een beter coureur geweest. Maar beter zijn best moeten doen? Maar hij heeft wel genoten van het leven. En wij daardoor ook s'avonds in het café zitten. En de meisjes die kwamen van ergens naar Piet. Dus daar konden wij ook mee profiteren. Hij was altijd omringd door mooie vrouwen, maar er was er maar eentje en dat was ik dus, ja. Ik heb hem als meisje van 17 leren kennen. Ik had een vriendinnetje, die was verliefd op Pietje Wal. Dus, en ik kwam altijd in Oosterwijk, dus ik moest mee naar Oosterwijk gaan kijken naar Pietje Wal. Nou ja, het eindresultaat was, ik had geen vriendin meer, maar ik had wel Pietje Wal, hè. Ja, op een gegeven moment was ik het leven beu van auto's en motors. Het was alleen maar dat. En ik wilde ook wel een keertje naar een nagellakbeursje of zo, maar dat zat er niet in. Ik heb een hele goede tijd met hem gehad. En hij was een hele lieve, bescheiden man. Zeker, doordat zijn bescheidenheid had hij het zelf nooit gewild, denk ik. Maar in de hemel glundert hij van dat zijn naam eer aan wordt gedaan. Ja.